De COVID-19-maatregelen zijn gisteren aangepast en gelden tot maandag 15 november. Voor inkomende en vertrekkende passagiers geldt nu een negatieve SARS-antigeentest van niet ouder dan 24 uur in plaats van de zogeheten PCR-test. Het bewijs moet wel zijn uitgegeven door een officiële instantie. Het uitgaansverbod is tot en met 15 november dagelijks van 9 uur in de avond tot 5 uur in de ochtend. In de periode van 3 november om 9 uur tot en met 5 november om 5 uur geldt echter een totale lockdown. Dit in verband met Diwali die op 4 november wordt herdacht. Slechts personen die behoren tot de essentiële diensten mogen dan op straat zijn. Op het COVID-19 dashboard is af te lezen dat gisteren 11 personen het leven hebben gelaten, terwijl 288 mensen positief zijn getest. Sinds COVID zijn intrede in Suriname heeft gedaan, zijn ruim 47.000 personen besmet geraakt. Meer dan 1.000 personen zijn overleden aan de ziekte. De vaccinatiewebsite geeft aan dat tot nog toe bijna 189.000 personen volledig gevaccineerd zijn. Dat is iets meer dan 31% van de totale bevolking.